Oh. Wat gebeurt er? Help. U heeft last van priktenen volgens mij. Priktenen? Nee hoor. Goedenavond, ooit bezongen door Boudewijn de Groot. Onder de groene hemel, in de blauwe zon. De tweede vierdaagse dag trok vandaag door het land van Maas en Waal. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. De sfeer is hier geweldig. En dan ga ik het hele jaar weer naar uitzien. Komt u in Nijmeegse komt. Is echt waar. Waar, ja? Dat is echt waar. Hoeveel keer is dit? U kunt mijn vrouw navragen. Oh ja, hoeveel dit is de vijfde keer. Ja. De vierde is mee te lopen. Je begint eraan en je stopt niet meer. Heb je wel een beetje naar de zin? Ja, ik ben helemaal fit vandaag. Ja? Ja, het is fantastisch. Heeft u ooit gehoord van wandelhanden, asfaltkuiten, priktenen? Op deze betrekkelijk zware tweede vierdaagse dag de verhaaltjes achter de kwaaltjes. Ik loop lekker, maar ik denk dat ik een zonnesteek heb. Ach nee. Dus ik ga zo meteen eventjes naar de EHBO. Hoe gaat ie? Ja hoor, wat gaat ie? Nee, jij niet moeilijk. Ik zag dat jij niet Ik heb net gerust, dus dan moet je er even inkomen, hè? Natuurlijk is voor ons ook inspector Hulsebos aan roet. Erik Hulsebos, die als een ornitoloog de paradijsvogels van de Vierdaagse spot. Zo, dat ik een beetje kraakje. Oh, het duurt niet. Oh, geef het maar. Het duurt niet. Oh, heerlijk, heerlijk. En wie er vandaag helemaal doorheen zat, werd uiteindelijk in de stad ondergedompeld in Roze Woensdag. Nijmeegse Annie is onze gids. Kind, het is hier gellen. Het is synthetica en rosso. Ik zweet nu niet met textiel, maar de mensen zijn zo leuk. Ja, mag ik zeggen dat u er buiten gewoon goed uitziet vandaag? Dank u wel. Vindt u mooi? Komt er ook een jaar komt iets nieuws bij, zeg maar. We bouwen het gewoon uit. Heel tutu. Het was vandaag de dag van Wiegen. Achter de groene heuvels onder een purperen zon. Welkom bij het gevoel van de Vierdaagse. Een stralende dag in Wiegen. Zoals u al hoorde, zo'n 700 wandelaars die te verstek gaan nadat ze gisteren de handdoek in de ring moesten gooien. Meen je het er niet? 700? Dat vind ik erg veel. Maar hoe vergaat het de karavaan vandaag in Wiegen? In de etappe die te boek staat als de zwaarste van de Vierdaagse. Ik loop nu voor de 14e keer en ik vind dat niet. Ik vind de donderdag dan zwaarder. Vanmorgen met frisse moed gestart en het gaat nou in alle boren eigenlijk. Tweede dag heb ik altijd de meeste moeite mee, ja. Het is hartstikke mooi weer, geen regen. Nou, dan en voor de rest feest onderweg. Wij zijn met een groepje van vijf en bij ons gaat het allemaal prima. Ja, maar mag ik doorlopen? Goed zo, doei! Maar toch, er wordt langs de weg stevig in de spieren geknepen. Lekker hoor dit. Beetje last van de nek en de schouders, maar verder gaat het goed. Ook de militairen lijken zich moeiteloos door Wiegen te stampen. Je ziet het enthousiasme bij de doortocht hier door Wiegen, als ik het zo even mag noemen. En dan zie je dat zowel soldaten als ook niet-soldaten zeg maar, gewoon enthousiast eigenlijk erbij lopen over het algemeen. En als er dan een strijdmakker toch even op de behandeltafel ligt, is dat voor iets heel anders. Dus ik geniet er ook van, hè. Het is niet alleen de pedicure, het is ook gewoon de aandacht. Ze ontdekte twee blaren. En toen wou ze graag prikken. Want ik zei, dat hoeft niet. Ja, zegt ze, dat doen we wel. Ja, dan heb je hier niks te vertellen meer, hè. Hier en daar liggen wel wat meer wandelaars op de rug. Ik ben gewoon even aan het rusten. Ja, ik had het toch een beetje koud. Dus ik dacht, ja, dan maar even een deken. Anders kon je nog verder af, dus dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, als deze doorgekomen zijn, dan nog maar twee dagen zijn we al op de helft. Dus. Maar van piepende en krakende vierdaagse lopers is in Wiegen vandaag amper sprake.
De burgemeester van Wijchen heeft er een verklaring voor. Op de dijk hebben we op twee punten een muziekmoment gecreëerd, waardoor even gewoon die, zeg maar, die stilte en die rust wordt doorbroken. Dat stelt men enorm op prijs. We hebben de route ook nog een beetje veranderd. En sindsdien is Wijchen niet meer ook de dag met de meeste uitvallers. Maar dan is er toch een loper die bij alle maatregelen en zorg geen baat heeft gehad. Oh jee, het is zwaar hoor, het is zwaar. Ja. Het is een mentaal spelletje, hè? Bij de Vierdaagse lopen natuurlijk blaren en spierpijn met je mee, dat weten we inmiddels allemaal. Maar als je echt inzoomt op die kwaaltjes, gaat er een wereld voor je open. Ik leg wandelhanden. Wandelhanden. Nou, dat bestaat niet. Wel. Nee hoor. Tuurlijk wel. Ja, wandelhanden die krijg je op het moment dat je lange stukken wandelt en met je handen de hele tijd naar beneden hangt. Dan wordt het voor het lichaam lastig om het vocht weer omhoog te krijgen. Dan krijg je van die worstenvingertjes van, voelt niet lekker. Meneer, mag ik hier even kijken naar uw handen? Oh, 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 oi, 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 oi. Ja, zo erg? Ja. Oké. Oeh, wat kun je eraan doen? Wat je eraan kunt doen is zorgen dat je een stokje in je handen hebt of een balletje hebt of je rugzak vasthouden. En op die manier zorgen dat je handen in beweging zijn, zodat die pompfunctie wat beter gestimuleerd wordt. Ik leg asfaltkuiten. Prachtig woord. Asfaltkuiten. Nee, dat gaat hem niet worden. Tuurlijk wel. Ja, asfaltkuiten, dat staat ook wel bekend bij de wandelaars als asfaltallergie. Nou, het heeft met alle twee met het asfalt helemaal niks te maken. Het is de warmte die in het lichaam zit door de wandeling geproduceerd, maar ook door de warmte zelf geproduceerd, waardoor het lichaam de warmte niet kwijt kan. Daardoor gaat de huid rood worden. De benen worden dik omdat het vocht niet goed omhoog kan komen. Dat gaat jeuken en ja, dat lijkt op een allergie of op een asfaltprobleem. Waardoor wandelaars denken dat het van het asfalt komt, maar het is puur een warmteprobleem in het lichaam. Oh, je wil mijn bruine benen zien. Maar die kuiten zeg, hé. Hey, of niet? Hè? Ja, hier die spatten er maar niet naar kijken. Weet je mooi of niet? U heeft u geen last van asfaltkuiten eigenlijk? Asfalt? Nee hoor, nee. Het gaat helemaal prima. We gaan nog, we zijn op de helft denk ik, hè? Priktenen. Daar ligt hij. Priktenen? Nou, daar heb ik nog nooit van u uit. Ja, u bent wel heel vrolijk. Hallo, ja. Maar heeft u nog geen last van priktenen? Nee. Nergens last van. Oh, 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 oh. Wat gebeurt er? Help. U heeft last van priktenen volgens mij. Priktenen? Nee hoor. Priktenen. Er zijn wandelaars die hun teennagels keurig netjes recht afknippen. En als je tenen dan dikker worden omdat je aan het lopen bent, dan komen ze steeds dichter bij elkaar te zitten. En kan het zijn dat net het puntje van die nagel in de teen ernaast gaat prikken. En daar krijg je wondjes van. Ja, je hebt ze alle soorten en maten. Zoegers, feestgangers, eenling, groepsdieren, uitslopers, kwieklopers, langzaamlopers, doorlopers. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar toch zijn ze allemaal anders. Het duurt niet. Sorry, ik een beetje kraantje. Oh, het duurt niet. Oh, geef het maar. Het duurt niet. Oh, 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 heerlijk, heerlijk. Je tilt het wel mee natuurlijk, hè? Ja. En ook 40 kilometer, 50 kilometer lang. Ja, ja. Je moet het wel meetillen. Daar heb je hem. Normaal gesproken moeten die eruit, hè, kiloknallers. Oh, dan ging Frank hoe dat nou gaat, als je echt een beetje een buik hebt. Veel mensen in Nederland zijn te dik en dat is een groot probleem. Hier bij de Vierdaagse zie ik ook mensen lopen, maar ik denk van, hebben die daar ook last van? Hebben die daar de buik niet helemaal van vol? Ik ga er vandaag op naar zoek naar die mensen die gewoon een beetje aan de dikke kant zijn. Mevrouw, is het zwaar? Valt wel mee. Ja? Ja. Eet je veel of zit dat gewoon in de familie? Dat is all in the game. Nee, ja? Dat is echt in de familie en ik kan lopen wat ik wil. Dit zijn gewoon zware borden. Ja. Hey, was een lange rit uit Spanje? Nee, niet zo lang. Klein stukje maar. Hè. Ik heb 107 kilo gewogen. Oké. Okay. En ik zit nu op de 83. Dus. Nou, compliment. Dus, ja. Het is een wandelroute, geen wachtelroute.
jullie zijn zo lichtgewicht. Maar ik zie hier toch heel veel mensen die zijn zo allerbarstens dik. Ja. Wat vind je nou van al die hele dikke mensen die meedoen? Ja, ik vind dat ze meer moeten sporten. Ja, maar, ja. Maar dit is wel knap dat ze meedoen, terwijl ze dik zijn. Ja. En weet je, ze loopt voor haar broertje. Ja. Loopt je voor haar voor jouw broertje? Ja. Ja, want die heeft een syndroom. Wat voor syndroom heeft hij? Nou, Prader-Willi syndroom. En, wat is dat? De kindjes die worden geboren met een spierslapte. En naarmate ze ouder worden, krijgen ze onstilbare eetlust. Oké. Okay. Dus ja. En daar loop jij voor? Daar loop ik voor. Nou, ik vind het knap. Ik zie daar een verschrikkelijke stevige man staan. Echt zo'n dikkerd. Ga ik eens even een gesprekje mee voeren. Hoe noem je jezelf? Groot. Grote man. Nee, ik heb zelf veel gesport, dus ik weet wat het is. Maar gewoon in het dagelijkse leven, heb je daar ook last van? Nee. Je voelt je verder rest prima. Prima. Heerlijk. Je bent bloedmooi, maar er kan ook wel een tekstje onder volgens mij. Oké. Okay. Hey, tot maandag in Bosmeer. Tot maandag in Bosmeer, hè? Ja. Waar je ook gaat in de stad, het bruist. Maar ietsje voorbij de feestelijkheden zijn we in het oudste stukje Nijmegen. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Hier zijn we in de benedenstad van Nijmegen, de benedenstad. Het oudste stukje van Nijmegen. Lang was de benedenstad straatarm. Een sociaal krachtig, maar verloederd woongebied. Als jij niks te eten had, dan kreeg je het van de buren. Hmm. Als jouw kinderen een schone luier aan moesten in die heine, kreeg je die ook van de buren. Hmm. Hier was saamhorigheid. Wat is de sfeer van de benedenstad? Alles. Oh. Nee, ik zou hier niet weg. Nee, dat is alles. Ja, wat is de sfeer? Als je gewoon bent, ons kent ons. En we zijn allemaal eigen, maar ja. Elkaar. Dus een en al familie. Want weet je nou, alle huizen aan, dan woont er allemaal familie. Of nichten, neven. Het is herbouwd en de oude inwoners, ze zijn trots op één betoverend hoekje. Dat is echt heel apart. Hier is 35 jaar geleden iemand mee begonnen. Met vogelen komen omdat het nogal een blinde muur was. En je ziet, ze zitten overal in. Kooitjes zijn praktisch allemaal bewoond. De vogelkooitjes moeten wijken voor studentenhuisvesting. Terwijl Nijmegen swingt, is de sfeer in de benedenstad bedrukt. Zijn vader die daar staat, die is daarmee begonnen. Zijn vader? Ja, zijn vader. Ik hier hebben twee schatjes van ons. Het ook, Houden jullie ook van dunne mannen? Nou is het genoeg geweest. Zometeen komen we als snel asociale eroverheen. Wat ze hier gemeen hebben is hard op de tong. Humor met een typisch Nijmeegse tongval. Jongens, terug naar de vogelkooitjes. Ja. Nou, hier hebben we die Dakota. We hebben hier onze eigen kapel hangen. We hebben die van NEC. Kijk, hierboven, die is van Nick. In deze hele muur. Er komen 12 hele grote ramen in. En hier worden allemaal kamers gemaakt voor studenten. Niks tegen studenten, laten we dat duidelijk voor opstellen. Maar die hebben geen tuin. Dus dit wordt hun tuin, denk ik. Je zit hier in de tuin en dan zie je die... Het leeft. Ja, het leeft. Altijd, er is altijd iets te doen. Je verveelt je nooit. Staat dit er nog over een jaar, die prachtige... Ja, als jij volgend jaar terugkomt, dan hangt dat er nog. Dan hangt dat er nog gegarandeerd. Of het moet heel gek lopen. Moet heel gek lopen. Je bent daarover geëmotioneerd. Ja, daar ben ik zeker. Waarom ook? Wij willen helemaal geen trammeland. Ook niet met de gemeente. Maar ze hadden toch minimaal. Als het nou 3 weken hier staat, dan zeg ik oké. Okay. Maar 35 jaar. 6 burgemeesters. 8 colleges van BMW. Ze kunnen natuurlijk nooit zeggen van dat hebben wij niet geweten. Hadden ze maar overleg met de mensen. Maar overleg ontbreekt er bij de gemeente, neem die aan. Dit is uniek, daar zijn we met z'n allen trots op. En daar zullen we met z'n allen voor vechten om het te behouden. You were only waiting for this moment to be free. In onze uitzending van gisteren kon u kennis maken met Vera, de geadopteerde dochter van Gijs Wanders. Oud-presentator van het journaal Vera, verstandelijk beperkt, sloeg zich dapper door het leven. Ze overwon kanker, kreeg suikerziekte en een paar maanden voor de Vierdaagse brak ze haar enkel, maar ze loopt toch mee. Gijs over Vera. Wij zijn heel, heel trots, heel trots. En daarom vind ik het ook leuk om het te delen. Mensen voelen ook dat ik trots ben, maar niet alleen ik, mijn vrouw ook. Als deskundige ooit tegen ons
zeiden van Vera die zal geen geweten ontwikkelen. Of Vera zal nooit het niveau van een zesjarig kind overstijgen. Ook al is ze 30 of 40. Nu is ze 30. Dus kijk wat ze allemaal doet. Ze is dat niveau ver overstegen. Maar je kunt wel kijken naar alle moeilijkheden die er geweest zijn in het verleden. Maar als je nu ziet wat het, dankzij die investering steeds bij in haar mogelijkheden, wat het oplevert. Dat is prachtig toch? Zo krijgt ze echt een rijk leven. Dit ook, dit is weer een ongelofelijke mijlpaal, toch? Gijs en zijn vrouw Hilda adopteerden Vera al op heel jonge leeftijd. Van wie ze haar vechtersmentaliteit heeft, weet hij dus niet. Wij weten weinig over de geschiedenis van haar biologische familie. Misschien hebben we het ook wel voor een deel meegegeven, ik denk het wel. Zij heeft natuurlijk gezien hoe ik marathons loop. Zij trekt zich er ook wel een beetje aan op, denk ik. En ze heeft ook gezien dat met knokken kom je heel ver. Ja, nou ja, ik heb altijd gezegd van ja, of het ook waar is. Nou ja, niet iedereen gelooft erin, maar ik wel. Want dat ik altijd al een geluksengeltje heb. Dus soms dan spreek ik wel eens, ja, dat kan natuurlijk niet, zeg ik wel eens tegen. Nou, wil je me de volgende dag even er doorheen helpen, dat ik ook weer de finish haal. Dus ja. Nou, ik denk dat Vera, en misschien is dat ook wel de eenvoud van geest. Ik bedoel, zij is zo blijmoedig. Op haar werk zeggen ze dat ook. Vera is eigenlijk altijd blij. Een knokkersmentaliteit of niet, Vera leunt tijdens deze vierdaagse ook op haar vader. Dus ik ben een beetje zo haar coach, dat zeg ik ook. Maar af en toe, en dat zul je ook wel van haar horen als je met haar praat, denk ik, ik vraag misschien te vaak van, gaat het goed, weet je wel? Moeten we niet even wat drinken? Of wil je niet wat eten? Ja, dan zegt ze van, hou wel op, hoef je niet te horen. Het gaat goed. Ja, dat is ook Vera, heel eerlijk. Nou ja, hij vraagt dan om. Ja, soms vind ik het wel eens een beetje vervelend, maar dan heb ik geen dorst of honger of zo. Dan vraagt hij van, ja, wil je een boterham? Ik zeg, nee, wil je wat anders? Dan zeg ik, nee, ik heb toch gezegd dat ik geen honger heb of dorst of zo. Maar ja, soms dan moet je gewoon eten terwijl je eigenlijk geen honger hebt. Want met het warme weer heb ik eigenlijk niet zo'n trek. Maar ja, het moet toch, net zoals drinken. Dus ja, dan drink ik toch en eet ik toch maar wat. En dan smaakt het me ook op dat moment heel erg lekker. Alle media-aandacht die ze deze week krijgt, heeft ook zijn gevolg. En wat nu heel leuk is, op dag 2, ze heeft wat op het parcours, maar ook langs de kant, steeds meer herkend. En dat doet haar goed. Dat vindt ze echt heel leuk. Dan zeggen mensen, goh, wat een mooi verhaal. Weet je wel? Mensen vinden het heel hoopvol, vinden het heel inspirerend, worden er blij van. En dat is eigenlijk ook waarom je het doet. En ik vind het ook leuk dat Vera deze feedback krijgt, want daar groeit ze alleen maar door. De helft zit erop. Vandaag ging nog beter dan gisteren. Toch houdt Gijs er rekening mee dat ze de vrijdag niet halen. Ik heb steeds gezegd, iedere dag dat we lopen is meegenomen. Als we één dag lopen en uitlopen, dan weet je wat de vierdaagse is. Dan ken je het gevoel van de vierdaagse, mag je al hartstikke trots zijn. Ik ben natuurlijk ook net zoals mijn vader. Op mij is ook trots op hem. Dus ik hoop natuurlijk ook dat hij de eindstreep haalt en het vierdaagse kruisje krijgt natuurlijk. Dus er lopen 2 mensen. Maar die zijn verenigd in 1 eigenlijk. Wie zijn de ware wandelhelden van Nijmegen? Dat is natuurlijk gelijk een vraag. Wij? Wij natuurlijk. Wie anders? En de meidichting. Dat zijn wij natuurlijk, ja. Dat denk ik is iets anders. De ware wandelhelden. Oh god. Maar terug in de geschiedenis. De eerste militairen, denk ik, die begonnen zijn met de wandelvierdaagse. Nog verder terug. In de geschiedenis. Verder terug in de geschiedenis. Ja, hallo, dat weet ik niet. Adam en Eva, daar zijn ze. Nou weet ik het. Daar zijn ze, ja. Kingdom. We doen helemaal niets af aan de prestatie van deze wandelaars, maar de ware wandelhelden van Nijmegen, dat zijn de Romeinse soldaten. Die Romeinse soldaten die streken hier neer in de eerste eeuw van onze jaartelling. Ze kwamen hier om de opstandige Bataven een beetje in de gaten te houden. Ze bouwden hier legerkampen en zelfs een complete stad. Ulpia Novio Magus. Zou het er zo hebben uitgezien? Dit is een Romeins straatje in het Nijmeegse Museumpark Orientalis. Vergeleken met de veldtocht van de Romeinen is de Vierdaagse, zou je kunnen zeggen, een toeristisch uitje. Het Vierdaagse legioen, nou, dat is een sukkelgezelschap, als je het vergelijkt.
We hebben het over het 10e Romeinse legioen. Het is 70 na Christus en dan trekken 5500 manschappen helemaal vanuit Zuidwest-Spanje op naar Nijmegen. Lopend. Dat was geen wandelen, dat was beurtswerk. De soldaten in die Vierdaagse, die dragen bepakking. Maar kijk eens naar wat die arme Romeinse jongens die 2000 kilometer moesten lopen destijds allemaal met zich meezeulden. Dat is veel meer. Helm, harnas, schild, zwaard, gladius. Er zijn de gladiolen van die Vierdaagse namen genoemd, zou je kunnen zeggen. Een lans. En kijk eens naar die schoenen. Daar zitten ijzeren noppen onder. Daar zouden Vierdaagslopers ook nog wat van kunnen leren. Bikkels waren het, die Romeinen. Samengevat, in historisch perspectief, ja, zijn dit dus watjes. Behalve de Via Gladiola, de grote glorieuze intocht aanstaande vrijdag, is er voor de Vierdaagslopers nog een onthaal in de stad. Vandaag, Roze Woensdag. Nijmeegse Annie is onze gids. Als je doet waar je gelukkig van wordt, ben jij een gelukkig mens. En daarmee maak je de wereld gelukkig, want je inspireert anderen dat ook te doen. Vroeger, ik mocht een aantal dingen niet. Niet opmaken, niet Nijmeegs praten, want dat was heel ordinair. Geen tatoeages, nou die heb ik nog steeds niet. Maar ook niet zo heel uitbundig eruit zien. En ik had op de kermis een pop gewonnen. En dat was een pop in een doos met een jurk zo groot als... En die pop die moest de prullenbak in. En ik heb hem iedere keer eruit gehaald, erin, eruit. Het was een gevecht met mijn moeder. Uiteindelijk heeft mijn moeder gewonnen. Maar uiteindelijk ben ik later gaan realiseren. Ik ben eigenlijk de pop gaan creëren die ik niet hebben mocht. Annie is een vrouw van het volk. Vrouw met een hart op de goede plek, voor iedereen tijd. Kijk niet naar geld op de bank. Kijk naar wie ben je en wat kom je doen. Wat voeg je toe? Mijn missie is dat mensen vanuit hun hart leven. Meer en meer. En vooral ook in hun kracht gaan staan. Dat doen wat ze toe te voegen hebben aan de wereld. En de wereld is al hard genoeg. Het leven is al hard genoeg. Dus ik denk, maak er iets moois van. Voeg iets positiefs, iets leuks toe. En kun je dat niet, dan blijf maar lekker thuis. Af en toe even een roze bril opzetten is wel heel, heel prettig. Je kunt twee keuzes maken in het leven. Kies je uit angst of kies je uit liefde? En angst hebben we allemaal, maar die kun je overwinnen. Probeer iedere keer weer vanuit liefde te komen, want dat is ook wat je dan weer ontmoet. Ik vind ieder zijn ding. En als die mensen daar helemaal happy mee, die mensen is niet zo bedoeld, hè. Maar als ze daar gelukkig mee zijn, laat ieder mens in zijn waarde. He, ze laten ons toch ook in de waarde. Live and let live, toch? Prima, niks mis mee. Ik heb er totaal geen moeite mee. Ik heb in mijn eigen vriendenkring ook dat soort mensen. Ik vind er niks mis mee. Hartstikke leuke lui. Duidelijk Nijmeegs Annie, maar Numweegs Annie zeggen wij dan. Een heerlijke vrouw, kunnen heel veel lol mee hebben. Ach kind, het is hier gillen. Het is synthetica en rosso. Ik zweet me uit mijn textiel, maar de mensen zijn zo leuk. Ze zien zo schattig. Je bent een mooi feestje aan het bouwen. Hè? Ah, jawel. En dat doen we keer op keer, want de mensen verdienen het. Ze geven je de energie om nog net even die finish te halen. We vieren dat de liefde onvoorwaardelijk is. Linksom, rechtsom, mensen moeten van elkaar houden. En met elkaar door blijven sjouwen, zoals je dit hier hebt in die loopstad Nimwegen. Maar Annie, is het wel hygiënisch, dat geknuffel van al die mensen? Ach, houd toch op, man. Wat is er nou met hygiëne? Dan lig je helemaal lekker schoon in je kistje, maar dan heb je wel wat gemist. Ik kan me niet schelen, of ga ik er eerder van in het kistje? Ik zeg, contact, dat moet er blijven. Je houdt van wisselende contact. Nou, het wisselt mij niet goed genoeg. Ik zeg, hou je hart open en laat alles lekker lopen.
nemen de dag door met Harm Edens van Omroep Gelderland. Je bent op de route gestuurd op wild. Plukkers. Ja, midden op een dijk. We komen op een hoop dijken met de route. Daar zaten twee dames en die speuren dan de berm af op zoek naar eetbare lekkernijen voor onderweg. Dit? Ja, hier. Deze? Ja, dit is smalle weegbree. En wat kunnen we hiermee? Dit is heel goed voor bij wondjes. Je zou het eigenlijk moeten kneuzen en op een wondje moeten smeren. Je kan het ook opeten. Het smaakt een beetje naar een olifantenhok op de dierentuin. Het zijn madeliefjes, paardenbloemen tegen de bloedzuivering en het stimuleren van de urine. Heel belangrijk als je loopt. Gewoon lekker snacken tussendoor. Af en toe een hapje blaadje. Gratis snacks. Gratis snacks. Kom er even bij. Wie heeft er zin in de gratis snacks? Persenkruid, super gezond. En wat ook heel mooi is, een bepaald soort kruid wat in de berm groeit. En daar liepen de Romeinen al op. En als je dat dan in je schoenen propt, dan loop je gewoon beter. Plus dat het een soort... Fijn door een interview, leuk, doe nog maar een keer. En dat er dan via je bloedbaan een soort absint roes in je hoofd komt. Nou, wie wil dat nou niet als je nog 50 kilometer moet? Je hebt vandaag ook mensen ontmoet die voor de laatste keer de Vierdaagse lopen. We hadden bedacht, de 99ste, hoe haal je die uit de schaduw van de 100ste? Maar wat nou als dit je allerlaatste Vierdaagse is? Dan is dit misschien wel de allerbijzonderste. En dat vraag je dan gewoon onderweg. En er zijn er echt mensen die zeggen, ja, ik. Eén keer maar nooit weer is de makkelijkste. Serieus? Eens van onderweg. Nee, het is echt klaar nu. Mijn eerste keer en de laatste keer. Ja, is afzien. Ja? Check en klaar. Dat ze zeggen allemaal, hè, van ja, er is maar 100ste, maar er is ook maar 99ste. Dat vind ik wel echt ongelooflijk diepzinnig. Onvergetelijk. 3, 2, 1. Dat is ook een beetje de Vierdaagse. Zoveel mensen bij elkaar. Ja, 46.000 verhalen. Dus heel mooi. En als u dat allemaal wilt zien, dan gaat u gewoon naar Omroep Gelderland. En dat is gld.nl. Ja, gewoon ook op de buis. Het Rode Kruisgebouw, ja, dit is hier vandaag toch wel een ding hoor. Tweede dag vallen de meeste mensen uit. Wakker worden. Ja, weet je, ik liep alleen nog maar te huilen. Oh ja, onderweg al? Onderweg al. Ach, en meisje, ik had al twee pijnstillers op en toen dacht ik van ja, weet je, er zijn grenzen. Wat is het probleem? Twee kleine blaadjes, maar wel heel irritant. Ja, twee uur geleden ben ik gestruikeld over iemand anders die ook gestruikelde. Daar ben ik vol op mijn voorhoofd terechtgekomen. Er zitten nu vier hechtingen in. Ach, en dat denk ik toch ook niet met een wandelvierdaagse? Dat was niet de bedoeling, nee. Maar de meesten hebben de voeten kapot, maar jij hebt de kop kapot. Ik heb de kop kapot, ja. Maar dat komt me niet voor, ik kom voor mijn rug. Je komt voor je rug? Ja. Omdat ik vol op mijn hoofd terechtgekomen ben, heb ik nu last van mijn schouder. Ik begrijp er ook helemaal niks meer van. Bij het Rode Kruis hebben ze 600 vrijwilligers beschikbaar voor de Vierdaagse. Nou, dat is verschrikkelijk veel. Waar we net waren, daar was het nog niet ernstig. Daar waren wel wat blaadjes en zo. Hier bij de finish, bij de wedren, ja, daar zal het waarschijnlijk wel iets erger zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het hier is. En geef even binnenkijken. Blaren, hè, want mijn hak. Oh ja, veel? Mijn hak is helemaal, een paar trappen tegenaan gehad. Ja. Dus, dat gebeurt ook nog, dat elkaar op de hakken trappen. Ja, dat gebeurt ook nog. Dus jullie willen elkaar ook uitschakelen in zo'n tocht? Nou, dat hoop ik toch niet, nee, hè. Dat een ook beetje vredelievende tocht is het toch wel. Nou, hè? Ik laat je mooi even alleen met mevrouw, want dat gaat helemaal goed komen. Ja. Je komt niet toevallig op Blaricum? Nee hoor, nee, ik kom hier op Blaricum. Okay, uit Brabant. Oké. Okay. Ja. Meneer, wat zit je aan te denken? Oh, je lacht nog wel. Ja, wat moet ik anders doen, joh? Ik denk die man die heeft een pijn, joh. Dat weet ja, dat heb ik zeker. Hey, even voor de mensen thuis. Hè. Hoeveel mensen worden er nou behandeld in zo'n vierdaagse? Is daar ook zijn er ook cijfers van? Om een blaadje of een nagel, maakt niet uit waar. 6500 vorig jaar. Over alle hulpposten van het Rode Kruis. 6500 in totaal? Ja. Er is op 45.000 wandelaars natuurlijk eigenlijk niet eens veel. Nee. S'avonds een kerel, s'morgens een kerel. Ja, maar een man mag niet huilen, hè? Jawel hoor. Ja, doe jij dat wel eens? Ja. En niet om de blaren? Nee. Om een hele andere ding. Jij ook niet, toch? Nee, niet om de blaren. Nee, komt goed. Hij loopt hem uit.
Ja, sommige mensen hebben dus echt botte pech gehad. Die hebben het niet gehaald. Ze kwamen een minuutje te laat binnen of zo. De regels van de Vierdaagse zijn streng. Kijk maar. Ja, ze willen me niet meer kennen. Ik loop mijn 48e keer. De halve stad kan je niet normaal lopen. En dan, dan wordt er dus gewoon geen seconde bijgeteld, kennelijk. Dat is pech, hè? Ik ga daar nog wel een keer met de krant ook over praten, want ik vind het ongelooflijk niet pech. Maar belachelijk natuurlijk. Ik vind het vreselijk zuur. Ja, vooral omdat op deze dag moet je verder lopen. En dan precies om 5 uur is het afgelopen. En al die anderen die het wel haalden, die zaten al onmiddellijk aan het bier. En morgen gaan jullie over de zeven heuvelen van Groesbeek? Ja, dat is wel het plan. Lijkt mij wel. Ik heb de route niet uitgezet, maar als ze zeggen dat ik daarheen moet, dan ga ik dat doen. Oké, ik wens je succes morgen. Morgen zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Tot morgen.